dakloze toen wel ook nog. Zo'n man, die is een voormalig dakloze. En die ging ons eigenlijk door de stad lopen. Welke stad is dat was, dat weet ik precies? Schoenberg. Schoenberg. Ja, ja. En dat was al heel leuk. Ik ging vertellen hoe die dakloze is geworden, waar je aan geld, waar je aan eten komt. Of hoe je aan geld komt eigenlijk. Ja. Dus je moet er wel iets voor doen. Het is niet dat aankomt waaien. Ja, dan zie je wel dat het ja, zo goed als ze kunnen, maar dat er wel goed dingen zijn geregeld voor die daklozen. Dus dat zijn allemaal plekken waar ze naartoe kunnen en ook met, ze kunnen een klein bedrag krijgen. Maar vertellen ze ook dat sommigen dat niet willen, omdat ze gewoon totaal zich willen afzonderen van de overheid, omdat ze gewoon hun eigen leven willen leiden. Het is ook raar, want hoe ze ook bedelen en zo, dus is het echt wel gewoon, dan moet je echt wel redelijk slim zijn, denk ik of zo. Je moet wel over nadenken hoe je aan geld komt. Dat zijn bij het beste in de mensen. Als ze willen, zouden ze denk ik zo op de bank kunnen gaan werken. Ja, maar ze zeggen ook dat ze echt gewoon, als je gaat bedelen, dat je dan gewoon je driekwart van je waardigheid moet inleveren. Ja, dat wel. Dat gewoon, ja, dat geen pretje is. Dat is ook echt wel de laatste keuze. Dus we gaan liever kranten verkopen of flesjes verzamelen. Dat is heel goed geregeld. Ja, dat is een flesje. Als je eigenlijk een flesje ergens neerzet, dan hoef je niet te denken van shit, ik vervuil het milieu. Maar dan ben je eigenlijk helpen zwerven om 8 cent. Dan ben je naar het denken, dan kijk je om en dan is hij al weg. Zo, maar niet vervelend, ze komen niet echt. Ja, je gunt ze het ook wel. Ja, en af en toe dan komen ze het vragen, maar niet dat het super vervelend is. Dat ze altijd rond blijven hangen totdat je je drink op hebt. Nee. Maar dan lopen ze wel door, dan komen ze straks wel terug. Ja. Ja, dat is wel grappig. Oh, nee, nou. Ja, de andere park. Oh ja, met al die wietkopers. Gulletsen Park. Ja. Ja, dan loop je daar en ja, alles klaar. Wordt best wel moeilijk. Ja, echt, en daar komen heel veel illegale mensen die in Berlijn wonen of in Berlijn zijn. En om een beetje geld te verdienen gaan ze, proberen ze drugs te verkopen. Ja. Dat is een heel bekende plek. Dus als je als inwoner of als toerist drugs wil, dan is het over het algemeen duidelijk dat je daar niet al te veel moeite moet hoeven te doen om iets. Ik vond het wel grappig dat omdat er zoveel dealers eigenlijk zitten, als daar in Nederland ergens een plek was, dan zou dat heel snel gevaarlijk zijn. Maar daar gebeurt vrijwel nooit iets. Ja, onderling gebeuren er dingen, maar het is nooit. Je kunt daar veilig lopen, dan lopen ook gewoon kinderen rond met de ouders. Nou, je wordt niet lastig gevallen. Net als met die flesjes, je wordt niet een half uur achterna gewandeld totdat je eigenlijk iets koopt of zo. Ja. Dat is een dreiging. Nee, is gewoon wil je wiet kopen en dan zeg je. Ja, hetzelfde als je in de supermarkt binnenloopt en wil je een extra pakje koude bij? Ja, nee, dankjewel. Dat is hetzelfde, ja, wil je wiet kopen? Ja, nee, dankjewel. Zolang je ook maar dat vertelt, ook die daklozen dan ook weer. Als je al ook contact maakt en ook duidelijk aangeeft van, nou liever niet, dan is het ook prima. Ja, wat ik ook heb opgesteld is dat hij vertelde van ja, het kleinste wat je kan doen, maar wel heel veel waarde heeft, is gewoon als iemand je aanspreekt of bedelt, gewoon ook al oogcontact maken. Omdat zoveel mensen negeren die mensen, dat ze zo, gewoon helemaal alleen zijn, niemand kijkt ze aan, niemand spreekt ze aan. Dat gewoon te zeggen, zo van nou, nee, sorry. Ik heb niks bij me, dat eigenlijk al. Dat is ook, vertelde je ook, als je het verhaal zo even aanhoort, als je even luistert naar wat die mensen te vertellen hebben, daarna een kleine bijdrage voor een verhaal, omdat ze het ook deden, dat vinden ze ook heel prettig. Even. Ja. En waarom zit ik hier eigenlijk? Ik ben hier een of andere viespeuk. Ja. En dat het heel slecht is om, als je. En gewoon langs een zwerver loopt en je hebt zo'n klein geld en je loopt er strak voorbij en je gooit er geld in. En gewoon zo van, ik hoef er niks mee te maken. Ik los mijn schuldgevoel af door er wat geld in te gooien. Dat eigenlijk, het is natuurlijk iets beter als niks. Maar, Maar ook over met dat bakje. Dat ze zijn hand open doen, dan hebben mensen al zoiets van, dan moet ik hem bijna aanraken. Ja, met een beker of een kopje, dat je daar. Dat geeft al zoveel verschil voor mensen. Dan denk je ook helemaal niet over na of zo. Maar. Nee, dat is wel heel interessant om zo met hem mee te lopen.